allemaal, welkom bij onze ene laatste wandelchallenge dag nummer 29. Het weer is niet echt lekker. We waren eigenlijk heel erg druk, maar Farah zei we moeten de challenge filmen. Het is de ene laatste dag, dus ondanks het miserachtige weer, toch voor jullie allen tussen de bedrijven door de wandelchallenge nummer 29. Wandel je gezellig met ons mee? Farah is even gauw naar de wc, want die moest nodig plassen. En een lekker stuk wandelen in de regen, als je moet plassen, is niet heel fijn. Dus kijk weer gezellig met ons mee. Nou, daar is ze weer terug. Wat een weer, hè? Kijk, mijn bril. Er gaan allemaal regendruppels op zitten. Maar, alles voor de kijker. Alles voor de kijker. Wandelchallenge dag nummer 29 moet gebeuren. Eén dus laatste dag. Weer of geen weer. Regen door het bos. Voor jullie, door de regen, een boswandeling. Wel dat we morgen met onze allerlaatste wandelchallenge dag wel heel mooi weer hebben. Dit is toch iets minder prettiger wandelen dan gisteren. Gisteren hadden we echt mooi weer. Maar nu is het een beetje... Het miezert. Het miezert en de wind waait. Maar wat dan wel heel lekker is, is als je dan in het bos loopt, dan... Je ruikt dan echt die boslucht. En dat is heel lekker. Dat is weer het voordeel. Want laten we het negatief omdraaien in het positieve. Het bos ruikt heel lekker als het net heeft geregend. Wat wel heel erg leuk is, ken jij nou ook dat excuus? Oh ja, schat. Het is ook vies weer, we zijn zo druk vandaag, het regent, we gaan maar niet wandelen. Maar, ik moet zeggen, nu we hier toch zo wandelen, we hebben het bos helemaal voor ons alleen. Hey. Ja, dat ook. Helemaal voor ons alleen. Er is niemand hier, niemand. Hey. En het is zaterdag. Het is zaterdag, niemand is hier. Normaal gesproken is het dan hier heel erg druk. Dat is een heel goed advies. Doe wat niemand doet. Dat is mooi, dat gaan we filmen. En je hebt het hele bos alleen. Ja, dat is mooi. Ja, weet ik zo. Dat vind ik zo mooi, in de natuur. En in deze wandeltip nummer 29 willen we het even kort met je hebben over hoe kan ik nou afvallen? Hoe kan ik starten met afvallen? Ja, tip 1 is heel erg belangrijk. Weet wat jouw eet- en drinkpatroon is. Dus pak pen en papier en ga opschrijven wat jij door de hele dag eet en drinkt. Weet je dit niet? Pak gewoon een notitieblokje en een pen en hou dit de hele dag bij. En schrijf gewoon op als je wat aan het eten bent. Zo kun je een goed overzicht krijgen van waar jij je kan bijstellen in jouw eigen eetpatroon. Hierna ga je daar kijken wat kan jij verbeteren. En schrijf verbeterpunten op voor je eigen eetpatroon. En maak hier ook echt de aanpassing voor. Tip 2 is ga een boodschappenlijstje maken met allerlei gezonde verantwoordelijke producten erop. En ga die in huis halen. Schrap ook de dingetjes wat je in je keukenkastje hebt staan wat niet zo gezond voor je is. Geef het vermijbord aan je buurvrouw of buurman, maar haal het uit je keuken. En ga er dus nieuwe gezonde voedingsproducten voor in de plaats zetten. Dat je in ieder geval je kasten weer goed gezond hebt gevuld. Daarna, wat je daarna gaat doen is 3, is ga jezelf meten en wegen. En stel de hand daarvan een doel voor jezelf op. Dus ga jezelf meten en wegen. Kijk hoeveel je weegt. Kijk wat je graag wilt afvallen en... Verdeel dat eventueel in onderliggende doelen, zeg maar, mini-doelen. Dus heb je bijvoorbeeld een doel van dat je 30 kilo wil afvallen, ga dan kijken hoe kan ik de eerste 5 kilo gaan afvallen. En dan dat je dan mini-doelen daarvoor maakt. Dat is de derde stap die je gaat doen. En ga jezelf maandelijks wegen en meten om dus inderdaad te kijken of jij al je doel behaalt. Dus ga een maandelijks weeg- en meetmoment voor jezelf inplannen. En het beste moment op een dag om jezelf te wegen is 's ochtends. Nadat je naar de wc bent geweest, nog voordat je gaat ontbijten, dan heb je eigenlijk je echt beste gewicht, zeg maar. En als je dat iedere keer hetzelfde blijft doen, dan weet je ook dat dat iedere keer hetzelfde gewicht is als dat je 's avonds bijvoorbeeld na je avondeten gaat eten. Want dan heb je natuurlijk weer wat in je maag. Dus dat is 4, dus dat je echt gaat inplannen wanneer je gaat wegen en meten.
En 5 is dat je een beweging voor jezelf gaat kiezen, wat jij gaat inplannen, wat je gaat implementeren in jouw genoemde leefstijl. Op dit moment bij ons is dat dus wandelen. Wij gaan iedere dag minimaal 30 minuten wandelen. Dat is onze wandelchallenge. Ga voor jezelf kijken wat jij leuk vindt. Dat is heel erg belangrijk. En ga dat inplannen in jouw leven. Minimaal 2 à 3 keer per week sowieso dat jij die sport of die beweging gaat herhalen. Zodat het in jouw structuur komt van jouw dagelijkse leven. Heel veel succes met het in actie brengen van deze 5 stappen om te gaan beginnen met gewicht te verliezen. Ja, we willen jullie echt even bedanken voor de hele vele leuke reacties die we op onze wandelchallenge vlogs krijgen. Zowel op onze YouTube kanaal als zowel op onze blog van Daniel en farahbellinga.com. Als zowel ook op de vele social media. We willen heel erg danken voor die interactie die jullie ons geven. Want we moeten zeggen, deze ene laatste wandelchallenge dag op dag 29 hebben we toch echt wel weten vol te houden door jullie aanmoediging. Hadden we jullie aanmoediging niet gehad, dan hadden we wellicht met het miserachtige weer gezegd van, nou weet je wat, vandaag toch maar even geen wandelingetje. Maar de challenge staat, dus heel erg bedankt ervoor. We willen heel graag aan jou vragen, hoe heb jij deze 29 wandelchallenge dagen ervaren? Wat vond je de leukste? Wat vond je de beste tip? Heeft het je opgebouwd? Heeft het je gemotiveerd en geïnspireerd? Laat mij en Farah dat ook heel graag weten onder de video. En we zijn ook heel erg benieuwd, wat vind je leuk om van ons op slankenfittv.nl dagelijks te gaan zien? Zijn dat de homevlogs? Zijn dat de sportvlogs? Zijn dat de persoonlijke ontwikkelingsvideo's? Zijn dat de kookvideo's? Zijn dat de boodschappen doen video's? Zijn dat de question and answer video's? Laat ons graag weten, wat wil je dat wij voor jou gaan maken en filmen als onze favoriete kijkers op slankenfittv.nl. We horen het graag van je en bedankt voor je reactie en interactie. Ja, en we hebben heel erg goed nieuws voor degene die gewicht willen gaan verliezen, die gezonder willen gaan leren leven en die daar personal coaching bij willen. Want Daniel en ik gaan maandelijkse coachingklasses geven. Maandelijkse webinars waar jij bij kan zijn. Dus wacht niet langer en meld je hieronder aan op Afvallen door Gezond Leven. Eerst heel even het e-book aanvragen, want dat e-book heeft te maken met de coachingklasses die we jullie gaan geven. En je krijgt daarna meteen 3 video's te zien die verborgen zijn. Dus deze even aanvragen op Afvallen door Gezond Leven. En daarna kan je je aanmelden voor deze unieke coachingclasses die Daniel en ik live voor jullie gaan geven. Dus wacht er niet langer mee, want we hebben maar een bepaald aantal plekken in dit webinar. Dus als het nu nog online staat, kun je er nu nog voor aanmelden. Nou, hartstikke bedankt dat je weer, ondanks de regen en het miserachtige weer, met ons mee wil wandelen en mee wil kijken op onze wandelchallenge dag nummer 29. Het is al helaas de ene laatste dag. Dus wat voor sport ga jij nu na deze 30 dagen wandelen voortzetten? Laat het ons weten. Duimpjes omhoog op de video als je het weer een leuke wandelchallenge dag videootje vond. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op slankenfittv.nl. Bedankt en tot morgen, de laatste wandelchallenge.